Het is vandaag een topdag, nu alweer, want vandaag is de eerste dag van de Snake Peak. Wat zei jij? Hoeveel jaar optreed je eigenlijk bij de Snake Peak? Al 10 jaar denk ik. Wat is het voor merk? Een appeltje. Ja. Alsjeblieft. Dit is al geschouwd. Algeschouw, die gaan een fantastische truc doen. Klokhuis in de slootkoppen. We hebben de slootkoppen. Alleen de spiegelbeeld. En ik heb een trui getrokken, want het is fantastisch weer. We hebben zo'n kut weer gehad de hele week, maar het is nu leuk. En we gaan vandaag op het Stadeiland de scootjesielen bekijken. En voor mensen die niet weten wat scootjes zijn, dat is een scootje. Dat is het scootje van Ljouwert, Lilbad, 048. En de scootjes zijn in principe gewoon hele grote zeilboten. Die dan wedstrijdje varen. Kijk, hele hoge mast. Vroeger was het een soort van vrachtschip. En dan gingen ze turf door heel Nederland varen. En uiteindelijk hoeft dat niet meer, want dan kregen we vrachtwagens. En nu gaan ze dus wedstrijdjes mee zeilen. Dat is misschien wel het mooiste evenement van Friesland. Steeds bootjes en die willen voor ons gaan liggen, waar we dus liggen op de kant. En wij vinden dat geen probleem. Ja. Alleen de vaart dus hier een soort vaart die politie rond en die sturen ze gelijk weg. En ik zal even demonstreren hoe dat gaat. Kijk, dit is wel een bootje die gaat hier liggen. Heeft zijn anker uit. Het gaat gebeuren, de politie is onderweg. Ja. Ja, wegwezen, zegt hij. Ik heb het gezegd, hè. Hé, je mag daar niet zwemmen. Je mag daar niet zwemmen. Wegwezen. Het is een fucking anti-climax hier op het Snekemeer. Er wordt niet gezeild. En omdat het zeilen toch afgelast is, ben ik dus maar een vuilnismaan geworden. Oh. Weg alweer. Ja, ze maken een soort van hier rondje met alle zoentjes. Dus de tijd voor mij om het eiland te verlaten. Dus ik stap weer op de speedboot. Ik ga naar het festival. Ik ga Jelmer van Delft ophalen. En dan gaan wij naar Pasen toe. Joehoe! En onze taxichauffeuse is Olga. Fase. En het is de eerste van de twee shows van vanavond. Fase 1. Fase 1. Nou, vanmiddag was het dus echt wel lekker. Even bij het Snekemeer. Ik heb weer een rode kop gekregen. De zon die schijnt op je bakkes. Gisteren die regen, dat was lekker. Yeah. Dat was lekker. Daar krijg je ook geen rode kop van, hè? Nee. Jan van Delft zit ernaast me. Ik hoop gewoon dat het een hele fijne avond bla, wordt. Bla, bla, het is de laatste, bla, hè? Het is bla, de laatste. Het is de laatste. En Jan, maar die gaat met zwangerschap. Ja. Zo, ik heb lekker gescheten en in fase. Weg achter you! En het plein is zoals jullie zien nog helemaal leeg. Wat hebben jullie coming, hè? Oh, en mijn Frans nou. Mitrailleur, mitrailleur, trottoir, le croissant. Scooter is toch Duits? Ja, scooter is Duits. Where are you? Where are you? We meet you in France, we meet you in France, we meet you in Germany. Where are you? Please tell me. Finn. Wat? Finn. The end. Big T heet hij. Zijn we er klaar voor? Hij is eindelijk een serious podcast. Mufasa! Yeah! Yeah! Ik zeg, daar is dat feestje! Hier is dat feestje! Big T kunnen onderscheppen. Hey, Pink. Hey,
padden. Ja, goed, maar wel. Ging je het op podium? Ja, lekker man. Ja, ik ga in augustus bij Spangas spelen. Ik ga kijken, ik ben sowieso Spangas fan en zaken. Hey, sowieso, shout-out, dat is een rappersnaal. Respect naar Jelle B. Veel succes op het man. Dankjewel. Knallen man, knallen. Ik ga het man. Hoe heet u? Harry. Zo, we zijn de startfase teruglopen, teruggereden naar een snake. Het is wel wat frisjes. Hoe laat is het jou? 12:30. Nou, het zou een mooie tijd om te spelen, dus komt goed. Hey Jelle! Hey Jelle, jij was je jesjes vergeten en ik ben gevraagd door de organisatie om de jesjes mee te nemen. En daar ben ik je eeuwig dankbaar voor, man. Nou, dat super. En als soort van beloning heb ik een half biertje voor. Lekker Jelle, bedankt. Proost. Proost jongens, op Mark en de jasjes. Oké Jelle! En nu heb ik een hele fantastische verrassing voor jullie, want hier zitten een paar mensen en die willen heel graag in deze vlog. En ik ben een broers niet, maar dat mag. Maar dan moeten ze wel zoiets leuks te melden hebben, dat als ik thuis ga monteren, dat ik alsnog denk, ja, ze mogen er wel in. Dus dames en heren, hier is hij, de enige echte Orne. Ja, ik hou van Jelle. Een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe dag. Ik heb vandaag 3 klussen op het programma. Mijn vrouw is dus naar de camping met de kinderen. Zij wil heel graag een muur die nu nog een soort van zandkleurig-achtig iets is. Die wil ze heel graag lichtgrijs hebben. En wat is nou mooier om haar te verrassen, zodat als ze thuis komt dat in één keer die muur grijs is. Te gek toch? Dus ik ga nu eerst lekker even een muurtje sausen. Met zijn mooie brilletje. Maar Loek is wel een beetje camera schuw. Hey, hallo! Hallo! Hey, hallo! Waar zijn we nou in één keer beland? We rijden onderweg naar Hitsen. We gaan in Hitsen namelijk een echte kaatsprijsuitreiking verzorgen. Weet je wat kaats is, Doeke? Nee. Dit is jouw kaatsopmaagding, want Doeke die komt van Texel en die weet niet zo heel veel. Kaatsen is een oude Friese sport en daar moet je zeg maar met een klein balletje in een vak slaan, laat ik het zo maar zeggen. En dan moeten die mensen die in het vak slaan het kleine balletje weer zo ver mogelijk terug hebben. Jeetje. Dat is eigenlijk het idee. Dus op naar het enige echte Hitsen. Bon voyage. We zijn op het kaatsveld in Hitsen en ik ben dus de mystery guest. Bestaan. Sorry. Zingen. Het Friese land vol in en oh yeah. Zoals het hoort bij een goede Friese finale
Doe maar de weef. We staan er. Komt die doek. Okay. Yeah! We zijn er naar de finale aan het kijken. Het is het dorp Marsum tegen Makkum. En ik ben van Makkum. En ik ben van Marsum. En wie gaat er winnen, doeken, denk jij? Marsum. Ik denk dus Makkum. Nou, reken maar van Marsum. Ja, reken maar van Makkum. Hier. Goed geblokt door Marsum. Ah. Moeten we ook een soort poeltje maken? Matchfixing? Ja. Kijk, matchfixing is dat jij, betekent dus dat je ze al omgekocht hebt. En dat hebben we niet. Krijg maar een bal in mijn kop. Jij hebt de halve finale ook gekaatst, hè? Ja. Tegen wie? Marsum. Marsum. En was het moeilijk? 5-3 verloren. 5-3 verloren. Is niet slecht. Maar wie denk je dat gaat winnen? Is het Makkum of Marsum? Ik ben voor Makkum bijvoorbeeld. Nou, ik denk maar zo. Ja? Ja, dat snap ik. Maar we gaan het dus allemaal zien. Ja. Succes, hè? Dank je. Smakelijk met je ijskoop. Ja, dank je. Dankjewel. En Sjoukje, zwaai even. Sjoukje komt uit Wit-Marsum. Ja. Uit Wit-Marsum. Sjoukje, tegen wie moesten jullie de halve finale kaatsen? Tegen Makkum. Tegen Makkum. Ja. Nee. Maar wie denk je dat gaat winnen van de finale? Marsum. Marsum? Ja. Ik ben best van Makkum. Waarom is iedereen van Marsum? Zijn die het beste? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Ik ben allemaal voor Makkum. Ik heb allemaal geld op Makkum gezet. Maar nou, dat niet is moeten... Nee, had je niet moeten doen. Shit, ik had niet moeten doen. Nou, toch bedankt, Sjoukje. Ja, tot gedaan. Zie je, Doek en ik, we lopen dus van het veld af, want we zijn er eigenlijk afgestuurd. We hadden stiekem een biertje met het mooie weer en het is een jeugdwedstrijd. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat we drank en drugs stimuleren. Opgelost! Smakelijk bakkie. Komst. Oh nee. Wie heeft er gewonnen? Dat zeg ik niet. Makkum heeft gewonnen! Het is een beetje raar om partijdig te zijn van jou. Maar zo, ik ben mystery guest, ik ben geen scheidsrechter. Als jij dat wil, dan moet jij gewoon partijdig zijn. Hey, net lang worden jullie. Ik moet eerlijk zeggen, maar jullie waren voor mij ook een beetje de favoriet. Ik zei, nou, die van Makkum, die winnen gewoon. Dus ik wil jullie daarvoor bedanken dat jullie sowieso gewonnen hebben. Wanneer gaan jullie de dames PC winnen? Ja, volgend jaar. Volgend jaar? Binnenkort. Nou, je hoort het. Makkum wint gewoon volgend jaar de dames PC. We hebben net een hele mooie middag gehad op het kaatsveld van Hitsum. En nu gaan we eigenlijk een paar dorpjes verder naar Wit-Marsum. En dan hebben ze het dorpfeest. En we kijken wat daar allemaal weer gaat gebeuren. En jullie horen hem al. De enige echte DJ Maarten. Lissabon, Waterrij, Arnhem-Dag, Griekenland, zomerrit, Blauwe Zee, avontuur, Alamos, avondzon, middernacht, discotheek, alles is zomer! Ik heb een serieuze vraag aan je! Oh, aan mij een serieuze vraag! Maar je doet het erop! Machine spelen! Aan de gang! Gaan we erin! Ik start even een olietje in de bak! Ingrediënten, een wc-rol! Laat je niet je iPhone vallen, want ik heb die filmpjes van jou gekeken, maar de een en de ander gaat stukken. Op dit moment staat Jelle B. met zijn gitaar op het podium. Wij gaan even een kijkje nemen in zijn kleedkamer. Ja, je hoort wel eens van die artiesten die hebben allemaal een rijder, maar ik moet dat hebben. Nou, dit is de koelkast van de kleedkamer van Jelle B. Even kijken of er een beetje wat is. Het voelt als een last op mijn schouders. Oh, ik word echt mee. Oh mensen, wat er nu allemaal weer gebeurd is. Ik was dus in Wit-Marsum. Ik moest tot 1 uur, ik moest 1:30 spelen in de Woudus. Dus ik heb eigenlijk niks kunnen vertellen, maar ik kwam snel in de auto, alles uitpakken, rennen. En ik stond natuurlijk gewoon om 1:30 te spelen, zoals dat hoort. Ik heb mijn auto wel op een invalide plek gezet. Dat is natuurlijk niet zo heel netjes voor mij. Dus die ga ik nu even weghalen. Dat doe ik nooit weer, dat beloof ik. En het was een topavond eigenlijk. Hihihi.
Oh, kerkklokken zijn zo fucking ouderwets. Waarom doen ze die nog? Ik haat kerkklokken. Met deze, ik heb het gezegd. Ik haat ze. Oké, ik ben eens klaar met schilderen. Het is zondag, ik heb de muur die ik gisteren dus geschilderd heb nog een keer geschilderd. En hij is poepie strak geworden. Zo. Voor de rest is het nu tijd voor mij om te chillen vandaag. Want ik heb een zwaar weekend gehad, dus ik vind het prima. Ik wil heel graag weten hoe mijn vrouw reageert als zij deze fantastisch mooi geschilderde muur ziet. Zegt ze, oh mooi, oh super. Oh, een andere kleur moeten. Hé, wat heb je nou gedaan? Ik bedoelde lichtgrijs, niet olifantengrijs. Ik bedoelde andere kleur lichtgrijs. Oh, dat is net niet de grijs die ik bedoelde. Ik vond andere toch mooier. Ik verf het met heel veel plezier in plaats van lichtgrijs. Taupgrijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vlog, dames en heren. Dankjewel voor het kijken. Kijk die andere vlogs ook even en druk op abonneren. Dat vind ik te gek. Ciao. Ciao.